Ik had gebeld voor die ezel. Oh ja. Ja, staat die klaar, dan neem ik hem mee. Maar ik heb slecht nieuws. Die lag vanmorgen dood in zijn stal. Oké, kan ik dan mijn 100 euro terugkrijgen? Nee, dat kan niet meer. Wat niet? Dat heb ik al uitgegeven. Oké, dan doe me dan maar die dode ezel. Neem ik die mee. Wat ga je ermee doen? Ik stop hem in de tombola. Tombola? Ik ga hem verloten. Je gaat een dode ezel verloten. Ik zeg gewoon niemand dat hij dood is. Ja. Yo. Yo. Hey. 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 Hoe is me die dode ezel afgelopen? Nou, zoals ik je zei, die heb ik verloot. Ik heb 500 loten verkocht voor 2 euro de stuk en daarmee heb ik een winst behaald van 898 euro. En niemand heeft geprotesteerd? Ja, alleen de winnaar, maar die heb ik onmiddellijk zijn 2 euro teruggegeven. Eeuw. Nou, als je vragen hebt, dan ga je maar naar René, ja? Oké. Okay. Okay. Ruud. Ik heb een vraagje. Hoe kom je eigenlijk aan die mooie rode Jaguar waarmee je altijd hier naartoe komt rijden? Zeker niet helemaal eerlijk verkregen, hè? Jawel. Kijk. Ik wed veel. Met collega's wedden. Oh. Ook van boven en beneden. Ja. Ja, maar, ik wil met u ook wel een weddenschap aangaan. Is goed? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik durf te wedden dat u om 2 uur stipt een vrat zo groot als een rozijn op uw bil heeft. Voor 2000 euro. Oké. Okay. Prima. Deal. 2000 euro. Hey, pardon. 2 uur. Oh, ja. Ik dacht al, waar blijf je? Hoe gaan we het... Ja, laat maar zien. Ja. Toch? Okay. Ja, is goed. Zo, nou. Ziet het niks te zien, hè? Hebben we dat gevonden? Ja, ik kan het niet zo goed zien. Misschien moeten we even bij het raam, dan heb ik wat daglicht. Oké. Okay. Nou, jij dan. Dus, nou, geen wat te bekennen, hè? Nee, u heeft gelijk. U heeft gewonnen. Ja, 2000 euro, jongen. Ik ga ze even halen. Zal ik even doen? Oh, ja, dat is... ik had dus met de rest van de afdeling gewed voor 5000 euro... dat ik om 2 uur precies de basis blote reet voor het raam kon hebben. Joe? Weer naar het buitenland voor een congres. Wat nou weer? Nou ja, je had vorige maand ook een congres. En ik mag nooit eens mee. Je bent echt alleen maar voor je eigen plezier aan het werk. Sorry, voor wie ben ik aan het werk? Wie maakt hier nou elke maand mijn zuurverdiende geld op? Oh, ja, schuif het maar weer op mij af. Nee, zo bedoel ik dat helemaal jawel, niet. Jawel, jawel, ik weet precies wat jij wil zeggen. Oh, nou, als je het allemaal zo goed weet, dan zeg ik toch helemaal niks meer? Oeh, dat lijkt me heerlijk. En dan zeg ik voorlopig ook niks meer. Moet jij eens kijken wie dat het langste vol kan houden. Nou, prima. Goed.